MBO hier zo ontzettend blij van dat jonge ondernemers de kans krijgen om dit te doen. Nou, u heeft net zelf al uitgelegd wat er zo van belang is, maar ik vind het een groot compliment voor de overheid dat er zo geïnvesteerd wordt. Wij hebben samen mooie gesprekken gevoerd. Ik vind jouw passie ook zo prachtig, dus vooral doorgaan. En de jonge ondernemers, nou ja, hoop je exito, want dat is echt een top idee. Dus een groot applaus. Ja, we zijn heel blij met de opening vandaag. Het is iets wat al lang loopt. We zijn al meer dan jaren hiermee bezig met de voorbereidingen. We hebben 3 maanden geleden hebben we de lancering gedaan van het project, zodat we deelnemers aanvragen kunnen krijgen van deelnemers. Dat hebben we ondertussen gedaan. Er is een selectie ook die plaats heeft gevonden en nu hebben we 6 deelnemers die hier deel zal nemen aan de Business Incubator. De meeste zijn van die creatieve kant van de deelnemers. Waarom? Ja, deze Business Incubator is echt ingericht om de innovatieve, creatieve bedrijven te stimuleren. We zien dat, zeker omdat ze iets nieuws doen, iets toch een beetje niet normaal, dat kost toch wat meer tijd, meer investeringen, maar ook dat mensen eraan wennen. Dus dan neemt het wat meer tijd, dus hebben ze meer steun nodig om succesvol te kunnen zijn. En het idee is nu, omdat wij hun de faciliteiten geven, ook de coaching met mentors die erbij zullen zijn, workshops en zo, om hun de boost te geven, om hun ook dat zij ook de volgende stap kunnen nemen. Dus dat deze Business Incubator is echt gericht op de innovatieve, creatieve bedrijven. Er komen meer Business Incubators. Bijvoorbeeld over wat komen, welke richten zullen ze hebben? Ja, dus dit is de eerste. Er zullen meer Business Incubators zijn op het eiland, dat komt. Het idee is dat je dan bijvoorbeeld een Business Incubator gaat krijgen op duurzaamheid, dus duurzame producten, maar ook een Business Incubator bijvoorbeeld gericht op landbouw. Dus voor mensen die iets produceren voor de landbouw, dat ze dat kunnen verkopen aan mensen, maar dat ze ook bij elkaar komen. Dus dat is het idee. Uiteindelijk is dit de begin, maar dan zullen er meer uiteindelijk volgen over het eiland. Linda de Ver, u bent een deelnemer van de nieuwe project van de overheid, de Business Incubator. Vertel eens erover. Nou, ten eerste ben ik ontzettend blij met dit. Dit is een soort sleutel, een pasje. Zodat ik altijd in dit bedrijfsgebouw kan komen werken. Samen met 5 andere creatieve ondernemers. Mijn onderneming is een taleninstituut voor verschillende talen, Papiamento, Spaans, Nederlands, Engels, misschien ook gebarentaal. Dat zou ook nog kunnen, want mijn zus is gebarentaal, of tolk gebarentaal. En ik wil ook heel graag een schrijfclub opzetten voor alle mensen in 4 talen die bij mij kunnen komen. En dan gaan we kijken of we misschien iets kunnen publiceren of we gaan een open mic night houden, zodat er wat meer schrijftalent een gezicht krijgt hier. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Dus iedereen is welkom. Hou je van schrijven? Kom dan naar de Business Incubators, naar mijn schrijfclub Write and Tell. Wil je een cursus volgen, een taalkursus? Kom dan naar Live Language and Concept Caribbean. Waarom heeft u voor deze methode of deze Business Incubator gekozen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Het is namelijk zo dat ik heel erg van samenwerken hou. Deze 5 andere deelnemers die zijn creatief en ze vinden het heel leuk om samen te werken. Dus we hebben nu al heel veel plannen. Er zijn een paar mensen die bezig zijn met video, met fotografie. Ik schrijf scripts voor film. Dus, nou ja, 1 en 1 is 2. Dan kunnen we samenwerken en mooie dingen maken die hier op Bonaire plaatsvinden of over Bonaire gaan.